Met ITCAD help ik bedrijven in de bouw- en interieurbouw om meer uit het 3D BIM-model te halen met SketchUp Pro. Dat doe ik door middel van het digitaliseren van producten, het optimaliseren van het bedrijfsproces en het automatiseren van handelingen in het bedrijfsproces. Het is nodig om producten te digitaliseren, zodat we dat digitaal in een 3D-model al kunnen toepassen in een ontwerpfase, waardoor eigenlijk fouten worden voorkomen en verspillingen worden geëlimineerd in het hele bouwproces. De mogelijkheden zijn eindeloos. Je kunt een aantal staat uitdraaien met één druk op de knop. Dan kun je precies zien van ons product is zo vaak ingezet. En dan kan een uitvoeringsafdeling kan uit zo'n aantal staat precies bestellen wat daar voor het project nodig is. En die kan dat dan weer inplannen. Dat gaat naar uitvoering en uiteindelijk zorgt het magazijn ervoor dat onze monteurs de juiste aantallen en de juiste spullen bij elkaar hebben en op locatie krijgen. Sinds 2010 is het BIM-proces eigenlijk een beetje gestart. We merken steeds meer dat er steeds meer vraag is binnen de bouwwereld om mee te draaien in een 3D-omgeving, dan wel in een BIM-proces. En daarom is het ook zaak voor ons als Eurosafe om daar zo snel mogelijk in te stappen. Iedereen die dus samenwerkt aan hetzelfde project, die heeft dus ook toegang tot deze uniforme informatie. Voordat we met de BIM-werkmethodiek samenwerkten in de bouwsector, werkten we echt in die zin traditioneel met 2D-CAD-tekeningen. De informatie werd vrijwel niet met elkaar gedeeld, waarop eigenlijk iedereen als eigen eilandje zijn of haar werkzaamheden daar op basis van die informatie uitvoerde. Ik ben bezig met een stuk software voor SketchUp die het mogelijk maakt om dus ook productiemachines aan te sturen direct vanuit het 3D-model. De focus ligt dus echt op de eigen ontwikkeling, zowel binnen het bedrijf, denk daarbij ook aan de groei, de stappen die we daarin willen maken. En daarnaast echt op de automatiseringsstap binnen het hele proces.